Sinds Risk. Sinds Risk. Maar mensen weten potje Risk. Gewoon die steentjes gewoon van de tafel af. Gewoon weglopen ook. Huilen. Nee, niet huilen. Zo, wel koud. Toen dachten jullie, nou, toen gebroeders van Kaam, die hebben we nog niet gehad. Ooit. Jullie zetten de toon wel gelijk voor dit. Ik heb dan een... Moet ik achter het stuur eigenlijk? Ja, nee, dat zou geen respect zijn als jij. Dat is echt een goede auto. Oké. Hij is open. Jezus. Wat zien ze, Tom? Harde keuzes, eerlijke antwoorden en moeilijke beslissingen. Niemand ontkomt aan de dashboard-dilemma's. Nou, klik het. Klik jij maar. Klik maar. Ik mag niet. Ik ben aan het sturen. Dilemma zei, wie van jullie was het knapst vroeger? Ik vond, we waren wel mooie baby's. Vond je niet dan? Ja. Ja. Jawel. Alleen, ik weet nog wel dat op school vond iedereen jou wel schattig. Ja, dat is echt zo. We hebben ook wel een mindere fase gehad. We hebben een mindere fase gehad, ja. Nee, ja, dus nee, wie was knapst? Ja. Ik denk, ja, jij was schattiger. Jij was schattiger. Maar dan nou, kijk je niet echt, ja. Dus dan ikke. Joel. Dilemma zei, wie van jullie twee is de betere voetballer? Wil je deze dit beantwoorden? Deze hebben we al zo vaak gehad. Ja. Allebei. Allebei. Ja. Ja, maar deze hebben we al vaak gehad. Ja, maar ja. Oké, okay, nou zeg nou, ik dan, Joel. Dan Daniel. Ja. Dilemma zei, wie van jullie twee kan het slechtst tegen zijn verlies? Okay. Sowieso jij. Ja, ik. Ja, sowieso. Ja, Joel sowieso. Sinds vroeger al. Sinds day one. Sinds... Sinds Risk. Sinds Risk. Maar mensen weten... Potje Risk. Gewoon die steentjes gewoon van de tafel af. Gewoon weglopen ook. Huilen. Nee, niet huilen. Nee, ja. Nee, maar, Joel, ja. Dilemma zei, wie van jullie twee heeft de beste smaak in kleding? Ik. Nou. Ik. Ja, ik vind eigenlijk... Ik heb hele goede smaak. Oh, in mijn hoofd. In mijn hoofd. Maar ja, komt er soms niet uit. Oké. Okay. Is goed. Dat heeft natuurlijk met geld te maken. Ach, nou, nee, dat is niet waar, hè. Dat is echt niet waar, hè. Ja, nou. Dat is niet waar. Ook nou, zonder okay. geld... Ja, tuurlijk. Ja, maar ik snap wel wat je bedoelt. Ik snap wel wat je bedoelt, maar... Maar oké, okay. Ja. Ik. Nou, Daniel dan. Stel, we spelen de bekerfinale en één van jullie moet op de bank. Wie zou dat worden? Eén van ons... Ja, vind ik een beetje een rare vraag eigenlijk. Wie van ons moet op de bank? Kan niet. Samen uit, samen thuis. Ja. Beide erin. Of beide eruit. Next! Exact. Sorry. Dilemma zei, altijd moeten niezen of altijd de hik hebben. Altijd moeten niezen of wat was die andere? Was andere? Altijd de hik hebben. Nee, zou ik... Ja, maar weet je hoe irritant niezen is? Daar krijg je het heel warm van, hè? Ja, dat zeg je al, maar dat slaat nergens op. Nee, jawel. Ja, mensen met hooikoorts die begrijpen dat misschien. Dat is echt heel vervelend. Dus jij zou liever de hik hebben? Nee, ik zou alsnog liever niezen. Want... Zoalsnog? Ja, want hik, maar ik vind hik nog erger. Ja, maar wat is constant... Ja, hik is wel echt heel erg hoor. Dat voel je ook echt in je lichaam, van die borst zo. Ja, ja, echt niet lekker. Ja, nee, doe maar niezen. Niezen, ja. Maar niezen is ook heel verschrikkelijk, mensen met hooikoorts. Dilemma zei, wie van jullie twee is de beste chauffeur? Nou, dan jij dan maar. Ja, ik kan... Maar je zegt het zo alsof het niet zo is. Ja, maar ja. Ja, ik hoorde van papa dat je laatst nog Nee, ja, maar dat was niet mijn fout. Ik heb nog nooit een ongeluk gehad. Dus. Ik heb ook geen ongeluk gehad, ik heb alleen een botsing. Ja, oké, maar ja, botsing. Het tweede al, hè? Ikke. Oké, Daniel. Next! Dit was de beste. En nu? Nu een wegrijden. Muziekje. Wegrijden. Hoe ga je dan? Je hebt gewoon even met de wiel naar gereden. Ja, maar hoe ga je vooruit, hè? Nee, je hebt wel. Ik heb wel een ding. Wacht, ik moet toch rem eerst. In. Ja, oké. Okay. Je moet alleen met je rechtervoet, hè? Ik zijn nog hard. Nog een. Nog een man. Zo! Kwaliteit. Afstappen, jong. Viel wel mee. Waren leuke dilemma's. Goede auto.
Nou, goed beantwoord, denk ik. Ja. Top aflevering.